Als er één ding is wat Microsoft op dit moment nodig heeft, naast natuurlijk dat de deal met Activision Blizzard doorgaat, is het goede games. Goede first party exclusieve titels voor de Xbox en de PC, zodat je eigenlijk heel veel plezier hebt aan je Game Pass model. En Redfall van Bethesda, de eerste game van Bethesda volgens mij als onderdeel van Microsoft, die exclusief naar de Xbox en de PC komt, die is nu uit. Die hebben we allebei een heel weekend mogen spelen. Een heel weekend waarin het fucking mooi weer was. Ik heb op het strand gezeten. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben. Ja, nee, we niet gespeeld. We zijn allemaal veel te bruin om te zeggen. Ik ben dit weekend niet buiten geweest. Oh, okay. Ik heb het wel gespeeld. Maar ik wilde wel nog heel even reageren op wat je zei. Microsoft heeft niet zozeer goede games nodig. Ja. Dat sowieso. Überhaupt. Maar gewoon, er staan meer dan genoeg goede games op Game Pass. Nieuwe. Ze hebben uitstekende games nodig die het Xbox-merk echt definiëren en system sellers zijn. Okay. Dat is wat ze nodig hebben. Nou goed, Redfall, ik weet niet helemaal of je... Die hangt er een beetje tegenaan, maar het moet gewoon... Ze hebben gewoon inderdaad gewoon weer eens een keer zo'n titel nodig. Je denkt, fuck, wat vrij. Jezus, wat ben ik blij dat ik een Xbox heb of Game Pass. Ja. Gaat dit zijn? Ik wil even aftrappen met dat de boel natuurlijk verkeerd gestart is met het bericht dat het 30 frames per seconde zou gaan zijn op de Xbox. Wat dan? Dat klopt toch? Ja. Maar ze hadden beloofd 60 frames per seconde meer. Ja. En mensen waren daar best wel pissig over. Dus dat nemen we mee in deze discussie ook een klein beetje. Alhoewel we er ook een los item over maken. Maar ze lullen allemaal. Volgens mij was het Aaron Greenberg. En die lullen maar gewoon wat op dat moment even nodig is. Het is ook een mooie headline. Hè, van, ik bedoel, we willen 60 frames. Wat? Geen en als niemand er iets over gezegd had, dat niemand erbij stilstaat. Nee, maar wat hij zei letterlijk vanaf de Xbox Series XS. 60 FPS is de baseline. En alles daarboven is bonus. En ja, nou, dat is al binnen 2 jaar niet waar. Maar dat wordt een apart video die we gaan maken. Ja. We gaan het hebben over Redfall, even heel kort. Het gaat over een eilandstad. Dorpje. Een klein dorpje genaamd Redfall. Daar stond een bedrijf dat heet Avum Laboratories. Dat is een bio-company. Die is natuurlijk weer wezen knutselen met allerlei shit. Dat gaat natuurlijk weer verkeerd. En daardoor is iedereen... zij zijn veranderd in vampieren. En die vampieren hebben eigenlijk dat eilandje overgenomen. En jij bent een van de 4 survivors. Die 4, dat zijn de verschillende 4 characters die je kunt kiezen. Hm. En aan jou is het de schone taak om dat vampieren gebroed om te leggen. En dat eiland gewoon weer die zonnige... eiland te maken wat het was. En, er zijn ook nog cultists. Ja, cultist members. Dat zijn eigenlijk gewoon de mensen die aanbidden de vampieren. Ja. En dat zijn ook vijanden. Die kun je ook van het leven beroven met een welgeplaatste headshot. Inderdaad. Mensen en vampieren. Dat is het vijandelijke tuig wat je tegemoet staat. Nou, je ziet hier de map. Dat is het eiland. Het is een open wereld game. Met daarin wel duidelijk afgebakende missies en side missies. Maar in principe, als je het wil, kun je het hele eiland overlopen. En de missies zijn toch niet afgebakend? Die zijn toch gewoon onderdeel van die... Ja, de missies zijn heel erg... nou ja, goed, het is heel erg... Ga hier, ga daar, schiet dit, schiet dat, zoek dat dit. Dat bedoel ik met afgebakend. Zet hier een switch om en klaar. Nee, ik dacht dat je bedoelt... Kijk, sommige games zoals Halo, die had open wereld. Maar als je missie startte, dan ging je echt naar een andere ding. Ja. Het is wel zo... Wat was jullie eerste indruk? Ja, eerste indruk? Mijn indruk was dus al, denk ik, 1,5 maand geleden. Waarom? Hoe dan? Dat was toen we waren uitgenodigd in Londen om bij Bethesda, Arcane, op studio... ja, wat dat even voor duidelijkheid. Deze game is gemaakt... Niet door de Bethesda Game Studios, maar door Arcane in Austin, Texas is die game gemaakt. Makers van Deadloop, onder andere. Nee, Deadloop is Lyon. Oh, grappig is dat ze dit wel erbij zetten in hun Wikipedia-pagina. Maar die is dan verkeerd. Maar in ieder geval, goed. Ja, toevallig omdat ik Deadloop aanhaalde in een interview met de game director. En die zei, nee, dat is Lyon. toch zie ik heel veel gelijkenissen in qua game natuurlijk. Development. Ja, en in eerste instantie was het een verrassing. Want ik dacht dat dit een of andere Back for Blood, Left for Dead tegenhanger zou zijn. Maar net niet of zo. In eerste instantie doet het alsof het dat is. Ook op de Xbox moet je ook direct een account bij Bethesda aanmaken. Ja. Anders kan je hem niet spelen. Daar krijg ik er al gelijk jeuk van als dat moet. Je moet dan een e-mailadres invullen en dan wordt dat gekoppeld aan je Game Pass gegevens, dat soort shit. Maar goed, anyways,
Ja, het is dus wel de bedoeling, denk ik, dat je deze game in co-op mode met anderen speelt. Ik heb dat niet gedaan. Nee, ik ook niet. Maar omdat natuurlijk niemand die game nog echt heeft. Nee, maar ook omdat ik dat nooit had willen doen. Oké, nee, ik hou er ook niet van. Tenminste, ik hou ervan. Soms, het kan leuk zijn. Maar nu had ik daar geen zin in. Ook omdat die game eigenlijk in singleplayer mode niet veel anders doet dan in co-op mode. Want het is ook, omdat, Koos zei, het is een beetje open wereld. Je raakt elkaar snel kwijt. Je verdwaalt snel. Ik vind het ook, het is natuurlijk een beetje creepy. Want de vampieren en zo, en die zweven dan hier en daar in de straat. En dat en ze random spawnen, weet je wel? Ja. Iedere keer als je doodgaat, dan ziet de map er iets anders uit. Verschillende kliekjes staan op verschillende plekken. En, ja. Maar wat krijg je als je deze game in co-op mode speelt? Is dat je er is altijd iemand in je groep die direct op die vampieren afrent. En het wordt gewoon een soort schietfestijn. Mm-hmm. Terwijl als je die game alleen speelt, ben je wat meer geneigd om te gaan sluipen. En nadat je een aantal vampieren hebt afgemaakt, heb je zoiets van, oké, ik geloof dit wel. Ik sneak eromheen, want ik hoef niet elke vampier 10 minuten mee te gaan lopen knallen. Mm-hmm. Toch? Klopt. Met welk karakter zijn jullie gaan spelen? Want je hebt er 4. De Winter. Volgens mij de Winter. Ja, de dat Winter. Is de teeny telekinetisch begaafde college student. Oh, nee, wacht even. Het is de Cryptozoologist en Inventor. Boris en ik zijn natuurlijk onmiddellijk voor de Supernatural ex-military sniper Jacob Boyer gegaan. Ja, Jacob, ik heb heel even gekeken. 1 seconde. Oh ja, je was deze. Def Crossley. Je hebt nog Leila en nog Remy. En Remy weet ik niet of het een jongen of een meisje is. Maar Leila... Volgens mij 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Nou ja, I don't dare to assume, maar volgens mij is dat... Ja, dit is overduidelijk iets heel wokes aan de hand. Maar goed, ik was Jacob. Eigenlijk meer omdat het gewoon de eerste was. Ik heb gewoon heel snel doorgeklikt. Ik was niet echt geïnteresseerd in de... Oh, nou, ze verschillen wel echt enorm van elkaar, hoor. In ieder geval qua verhaalvertelling totaal niet. Ik heb 2 playthroughs heb ik gedaan. Eentje met de Winder en eentje ook met Jacob toevallig. Jacob heb ik gespeeld op de Steam Deck. Want het is ook nog eens een Steam Deck verified game. Ja. Dat maakt letterlijk qua verhaalvertelling echt geen reet uit. Je hebt af en toe een vogel, man. Gewoon een vogel. Maar je hebt af en toe wat andere voice lines en hoe missies gestart worden. Oké, dan ziet de cutscene er misschien iets anders uit, maar het is exact hetzelfde. Behalve dat je tools, een vogel hebt. Ja, qua tools. Ja, je bent wel blij met die vogel. Ik vond de vogel wel vet. Ja, nee. De Winder heeft daarbij bijvoorbeeld een bepaalde soort van... staaf die hij in de grond kan planten, waarbij allerlei UV-licht op een gegeven moment uitkomt en als een soort van stroboscoop knippert. En zombies kunnen daar niet, vampieren kunnen niet tegen stroboscoop. Die kunnen daar niet tegen UV-licht. Vogels houden ze ook niet van. En hij heeft een stok waar een soort van elektriciteit vanaf komt, die vooral heel goed kan gebruiken tegen mensen. Ja, ik had een vogel en die kan vooruit vliegen en dan kan vijanden zien. Dat wel handig is, want af en toe is het even niet makkelijk te zien waar iets is. Nee, maar als je dan een vogel hebt, die kan het dus makkelijk zien. En die mapt het op je map. En dan ben je gewoon 1 stap vooruit altijd. Overigens is het zo, want ik heb ook met 2 verschillende... Ik heb ook nog eventjes met Laila geprobeerd. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Behalve als je dus co-op speelt, omdat je dan strategisch kan gaan positioneren. Oké, ga jij nou hier even met je ultraviolette licht staan? Want dan heb ik niet last en dan doe ik dat wel even. In je eentje maakt het niet zoveel uit. Ik vond wel dat soms die special powers... met name bijvoorbeeld wat Jacob goed kan, is even... Met zijn vogel. Nee, niet met zijn vogel. Hij kan ook kloken. Hij kan ook kloken. En dat is best wel OP. Want op een gegeven moment bij de eindbaas had ik dus al vrij snel door eigenlijk dat ik moest blijven rondlopen tot ik kon kloken. En dan zagen opeens de vijanden niet meer. Dan kon ik ze allemaal neerschieten. En dan moest ik weer blijven rondlopen. Maar sowieso dat rondlopen is verschrikkelijk overpowered. Ik bedoel, de AI van de vijanden zijn zo kut. Ja, dat je loopt gewoon opzij, rondjes rondom de vijanden. En dan de vijanden zijn weet je, en slaat dan mis, weet je. En dan kom je met je shotgun op zijn hoofd en dat doe je 5 keer. En dan kun je met een staak door het hart kun je de zombie als een vampier. Maar die vampiers die zijn tenminste nog een beetje uitdagend qua gameplay. Maar sommigen hebben best wel powers. Omdat je ze 8 keer moet raken of zoiets. Ja, maar als je niet oplet, dan ben je gewoon het haasje. Maar vooral die human characters, die zijn zo fucking debiel. Want ik heb echt al zo vaak een compound gehad waarbij
Dus buiten staan natuurlijk security. Ja. Maar dan staan ze letterlijk tegenover elkaar. Weet je wel? En dat is een gameplay design van... als je deze sneaky uitschakelt, ziet hij je. Ja. En als je het andersom doet, ziet hij maar ziet vaak die andere is er dan je. In de buurt ook een soort fuse box. Nee, of een, je gaat er gewoon letterlijk naast staan. Je steekt hem neer en die andere... Ja. Kijk niet eens naar je. Ja, en dan, oh, nou, dan loop je eromheen. Maar dat had ik ook. Want soms krijg je van de mode. Dan zegt ze van... nou, je zou bijvoorbeeld in het begin... hè, dan wordt een beetje de gameplay uitgegaan. Dan zegt ze, je kan via dak... of je kan met een lockpick... kan je dat proberen binnen te komen. Of je kan de confrontatie aangaan... en ze allemaal neerknallen. En ik zeg, nou, ik ga ze natuurlijk neerknallen. En dat was letterlijk... een soort van de makkelijkste optie. Want bij die andere moest ik nog het dak opklimmen. Dan moest ik zoeken. En het neerknallen, dat was echt serieus. Het duurde nog geen anderhalve minuut... voordat ik ze allemaal had neergeknald. En, nou, maar dat is in jouw geval dan het zo. Want ik heb bijvoorbeeld die transponder. Als ik de X gebruik. Ja. Een transponder is een soort van teleportatie device. Ja. En die kan ik bijvoorbeeld zo ergens op het dak gooien. En dan kan ik naar het dak teleporteren. Waardoor ik dus heel makkelijk gelijk via een andere manier die gebouwen Misschien is dat ook wel de reden dat ik het zo dom vond dat ik het dak op moest. Maar en dat, omdat inderdaad, ik had geen rekening gehad met de transponder optie. Want ik had alleen een vogel. Ja, nee, en zo hebben al die characters hebben zo hun eigen tools en perks en buffs waarmee ze door het level kunnen gaan. Maar wat jij al zegt, ja, elke level moet ook door één persoon gedaan kunnen worden. Dus het maakt niet uit welke je powers je kiest. Je kan altijd wel de missie daarmee halen. Ja. Hey, eventjes een oprechte vraag, jullie. Ja. Hoe kut vonden jullie de wapens? Ik vond echt bepaalde wapens vond ik echt heel lekker schieten. Oh ja? Ja. Wat dan? Ja, ik heb denk ik wel... Elke keer als ik een nieuw wapen pakte ik die. Er zitten mitrailleurs bij die ik... vreselijk kut vond schieten. En er zaten er een paar bij die ik ontzettend lekker vond schieten. Ik vond die snipers af en toe best wel oké. De shotgun vond ik dan weer niet zo lekker. Het was een beetje hit en miss. En dan flikkerde ik het wapen meteen weer weg. En pakte ik weer iets anders. Totdat ik op een gegeven moment iets had. Ik op een gegeven moment, dat is ook het raar. Hè? Alle wapens hebben ook verschillende kleurtjes. Dus dan de ene kan meer damage met dat doen. De andere meer damage met dat. En op een gegeven moment had ik wel een wapen van level 6. Terwijl je eigenlijk al level 10 of 12. Maar daar kon ik het ook prima mee doen. En dat vond ik lekker schieten. Dus dat maar hield dat is, vind ik een goed voorbeeld van wat er kut is aan die wapens. Dat maakt geen flikker uit. Je kunt in principe, het enige is dat je hebt een steek nodig. Dat is een soort spies waar je mee... Dus sommige van die shotguns of machine guns... die hebben een soort bajonet erop zitten... en dan kan je dan die zombies mee in hun hart steken. Ik zeg dat zombies, maar ik bedoel vampieren natuurlijk. En dan ontploffen ze een soort van. Maar die... in principe is gewoon... Ze te killen ook, pistool hè? Is serieus net zo effectief... als het allerverste wapen wat je tegenkomt. Je maakt gewoon een headshot. En dat is bijna altijd lethal met de gewone mannetjes die je tegenkomt. Ja, behalve dus op een gegeven moment als je verder doorsteekt. Je hebt één district en dan krijg je twee district. Wordt het wel wat moeilijker. Ik heb hem ook echt Hoe moeilijk dan? Ik bedoel, je hebt zeg maar Dusk. En je hebt daaronder Manlike volgens mij. En dan het moeilijk. Als je daar op moeilijk zit, is het gewoon... Met name die vampieren, omdat ze zo snel bewegen. Oké, de vampieren, daar ben ik met je eens. Maar de vampieren zijn gewoon lastig, omdat ze moeilijk dood te krijgen zijn. Ja. Dan een ander ding met die vampieren. Want de eerste vampier die ik in het wild tegenkwam, hier ga je ook. Dit kan je met elk wapen doen wat je hier doet. Tuurlijk. En dat maakt dat die wapens gewoon een beetje... Ja, de meeste zijn gewoon ontzettend overpowered. Mm-hmm. Ik vond de vampieren... waarom hebben vampieren opeens force fields? Je ziet een mooi voorbeeld van. Omdat het een game is. Ze moeten allerlei leuke gameplay principes hebben. Maar omdat je ze anders moet uitschakelen. Ik vond het echt fucking dom gewoon. Wie heeft nou zo'n domme force field? Je bent een vampier, man. Je gaat bloedzuigen. Het is een force field. Het is een extra manier om het lastiger te maken. Ik wou net zeggen. Je gaat in de hortus rondzweven in je force field. Terwijl je een fucking vampier bent. Nee, het is gewoon het derde stukje van deze eindbaas. Het is misschien niet heel creatief game design. Nee. Maar het is game design. En voor mij in ieder geval werkt het zoals het moet. De wapens zelf... Hoezo werkt het zoals het moet? Noem maar een andere vampieren game die zo werkt. Ik ben niet een vampierenconnoisseur. Jullie zijn snel tevreden. Waarom heeft je machine gun een sleutel om te starten? Zag je dat? Die vorige machine gun had een sleutel. Daar heb ik niet op gelet dan. Nee. Waarschijnlijk omdat het geen Battlefield is en geen realistische wapens zijn. En het is wat het is. Maar misschien zit daar ook wel het verschil in. Ik wil nog wel even over die gameplay hebben. Want ik vond de gameplay helemaal niet zo nice. Zeker ook omdat ik Deathloop heb gespeeld. Wat ook natuurlijk een arcane game is. Waarbij ze veel met elkaar ook delen. Die game vond ik echt fantastisch schieten. En ik had gehoopt dat het ook hier het geval zou zijn. En jij hebt hem op de console gespeeld. Ik heb hem op PC gespeeld. Ik weet niet waar jij hem op hebt gespeeld. Ik heb wel Xbox Series X gespeeld. Oké. In ieder geval op PC
De impact is er niet wanneer je op iemand schiet. Er is nou, niet op de Xbox ook niet. Het, is gewoon, het schiet voor geen fucking meter. Het voelt echt serieus als Duke Nukem, weet je, een shooter uit die tijd. Ja. Ik vind het ook even. Ik moet je eerlijk zeggen, ik probeer me een beetje in te houden. Omdat ik gewoon zoiets had van, ja, weet je, ik ga niet gelijk in het begin van, wat je, we gaan een uur praten. Hier, dan ga ik niet al 5 minuten ga ik lopen rant op die game. Maar nu we, nu de 15 minuten zijn gepasseerd, denk ik dat het mag. Ja, nu is het tijd. Die game is zo fucking lelijk, jongens. Jezus Christus, wat een lelijke game, zeg. Ja. Tering, maar waarom moet dat zo lelijk? Ik zie indie games die zijn mooier gemaakt. Je kan toch gewoon fucking een mooie game? Het hoeft toch niet zo lelijk? Het is het stijltje. Bedoel, maar het is een lelijk stijltje. Kunnen ze niet een mooi stijltje kiezen? Ik ben er niet helemaal mee eens. Ik vind het niet een hele mooie game, maar ik vind het ook niet een lelijke game. Het is echt, maar wat is het dan? Een echt een heel erg middle of the road. Heel erg. Het ding is, van, ik vond Deadloop... vond ik, heeft ook dit stijltje. Dishonored heeft ook dit stijltje. En dat is altijd een beetje gritty. Het is niet heel erg shiny. Het is niet heel erg polished. Het is, ik noem het een beetje een eigen stijltje. Ik vind dit verreweg de minste van al die games die door dit bedrijf gemaakt zijn. Of dat nou wel of niet Leon is. Ik ga ervan uit dat het één bedrijf is, dat ze elkaar kunnen helpen om iets goed te krijgen. Ja, ze hebben gewoon de gasten die dit gemaakt hebben, dit zijn echt ondermaatse designers geweest. En ik weet niet, weet je, ik begrijp gewoon niet waarom. De graphics nu? De graphics, ja. Echt. Ik vind echt, ik begrijp de keuzes niet. Want ook als je de bijvoorbeeld de resolutie van de textures ziet op de Xbox, het is gewoon heel low res allemaal. Ik begrijp het, het hoeft niet. Er zit zelfs nog pop-up in. Precies, het voelt niet optimized, het voelt gewoon niet goed aan. Nou, een ander dingetje, dat vind ik echt interessant hier. Dit heb je gecaptured op PC. Dat kan ik zien aan hoe je dat je zo'n muispointer hebt als het ware. Ja, en überhaupt dat het ultra-wide is natuurlijk. Dude, die heb je ook op de Xbox. En ik vind één ding, dat vind ik zo fucking flauw. Als je een consoleversie hebt van een PC-game, dat je dan nog met mousepointers gaat werken die je dan soort van met je thumbsticks moet gaan lopen bewegen. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. Maar boos, ik denk dat we in dit tijdperk blij mogen zijn dat het werkt. Ik geef je daar gelijk in. Daar wil ik wel, want als je toch over gaat hebben of het werkt, ja of nee. Jullie hadden dus veel pop-up en dergelijke. Ik heb niks gehoord over een day one patch of iets dergelijks. Al deze footage die game heeft gewoon een half jaar werk nodig, man. Dat is geen day one patch. Dat wil ik zeggen, van alle footage die je hier ziet in de gameplay, die heb ik pre-day one patch gecaptured. Ik heb heel veel heftige frame drops gehad. Echt heel veel heftige frame drops. Je ziet het ook in het capturing ook. Af en toe zie je het gewoon. Ik moet zeggen dat het ook de Xbox wel wat minder is. Ja, maar jullie spelen op 30 fps. Ja. De game is ook mooi. De beelden die je nu ziet zijn mooier dan de Xbox. De Xbox versie is echt lelijk, jongens. Mm-hmm. Echt een stuk minder dan dit. Ik vind het niet eens heel erg lelijk, maar het draait echt heel erg slecht. Ik heb echt heel veel frame drops. En vooral ook, misschien dat je dat straks nog wel even gaat zien, als je vooral in bossige gebieden rondloopt. Mm-hmm. Al die bladeren, dat is gewoon nog steeds een bug. Al die bladeren die knipperen, flitsen bijna. Ja, het is gewoon slecht. Hey, en dan een andere, want ik wou nog even over die PC versus Xbox versie. Ja. Die game doet nog iets anders raars. En dat is dat op een console hebben shooters een bepaald tempo. Als je bijvoorbeeld, of een bepaalde snelheid. Als je bijvoorbeeld omdraait, dan verwacht je dat het op een bepaalde manier gebeurt. Nou, dat de manier waarop dat werkt, weet je, dat is door de jaren heen, door games als Gears of War, maar ook Call of Duty, is dat gedefinieerd, weet je. Dat is echt wat je verwacht, hoe een controller reageert. En dan kun je het misschien nog wat sneller zetten of wat minder snel, weet je, afhankelijk van je eigen speelstijl. Maar in ieder geval, wat hier gebeurt, ze hebben gewoon een PC-versie, hebben ze direct gepoort naar de Xbox. Als je bijvoorbeeld om je heen kijkt, dan draai je zo snel rond dat je vaak gedesoriënteerd oriënteert. Ja, ik werd daar kotsmisselijk van. Dat is niet te doen. Nee. En het rare is dat het dat je moet wennen. Ik dacht dat het aan die 30 frames per seconde. Nee man, het ligt gewoon aan het feit dat het gewoon een hele slechte console poort is. Ja. Dit is een PC game en op de PC als jij met muis en toetsenbord speelt, is dat oké, want je bent veel meer in controle met de muis. Maar op het moment met de controller, als jij gewoon naar links kijkt en woep, je bent opeens 180 graden, heb je zoiets van, wat gebeurt er? Waar ben ik? Weet je? Dus je bent heel vaak, ben je gewoon letterlijk de weg kwijt, want het is low res, het is donker en je bent dan een beetje, je bent het een beetje op zoek van, oh kut, waar ben ik ook alweer, weet je? En dan heb je dat dan gevonden en dan draai je snel om en dan sta je opeens tegen, waar je dacht dat de gang was, sta je opeens tegen een deur. Ja, het lijkt wel alsof je cursor beweegt sneller dan de omgeving, dus die komt er een klein fractie achteraan, waardoor ik de hele tijd van, weet je wel, dus ging ik maar op een gegeven moment ging ik mijn cursor, dus mijn beweging,
ging ik steeds langzamer zetten. Omdat ik gewoon, ik werd gewoon een beetje ibelig van die beweging die de hele tijd had. En ja. ik moet wel werken toen. Ik heb echt één dag non-stop bijna zitten spelen. Je went er wel aan. Maar het is niet oké. En zo zitten in deze game zoveel van dit soort dingen die niet oké zijn. Maar hij is gewoon niet af. Dat is toch wel duidelijk. Ik bedoel, je hebt op console heb je issues. Ik heb op PC heb ik issues. De game lanceert met een 30 fps limiet. De 60 fps optie, wat eigenlijk gewoon een standaard wordt zijn. Die komt later pas. Ja, dat is gewoon de tijd waarin we leven. Maar sorry, hij is op PC niet af. Op de Xbox Series X had hij niet uit mogen komen. Want het is niet zozeer dat hij niet af is. Hij is gewoon niet goed. Hij is gewoon niet goed speelbaar. En het is geen kwestie. Tuurlijk is hij niet af. Maar het is niet even een patch en een kleine oneffenheidjes vlak strijken. Nee, het is gewoon. Er zijn fundamenteel een aantal dingen mis met die game. Die gewoon het eigenlijk niet oké maken dat hij zo is uitgekomen. En ik vind, weet je, het feit dat hij gewoon er niet uitziet op console. En dat weet je, dat de gunplay niet zo goed is. Nou ja, whatever, weet je. Het is ook een beetje een smaakding. Maar ik heb gewoon, weet je, je wordt kotsmisselijk van die shit. Omdat die shit beweegt gewoon niet goed, weet je. De manier waarop al die minuutjes werken, dat is gewoon fucking tergend. Alles wordt ook gedaan met die stomme briefjes die overal liggen. En dan moet je eens die tekst gaan lezen. Die tekst is allemaal te klein op console, weet je. Je ziet gewoon, dat is gemaakt voor PC. Daar heb ik geen last van. Nee, op PC is dat oké. Want dan zit je gewoon op een hoge resolutie scherm. Dan zit je redelijk dichtbij. Maar als ik op een wat kleinere televisie speel thuis. En dan heb ik het echt over 42 inch bijvoorbeeld. En daar zit ik dan 2 meter vandaan. Dan zijn die teksten niet goed leesbaar. En daarbij alleen heb ik al zoiets van. Dit is gewoon een PC-game. Het is gewoon niet. En het is een slechte PC-game. Die slecht gepoord is. En dat maakt het een hele slechte console-game. Nou, het vervelende vind ik wel. In principe. We hebben die van maandag was ook een vraag. Moet je een game beoordelen op wat het is of wat het niet is? Natuurlijk moet je een game beoordelen op wat het is. Maar we zitten wel in een situatie waarin we PlayStation, wat je ook inhoudelijk van de games vindt, grafisch gezien zijn zij gewoon echt goede games aan het maken, weet je wel. Die over het algemeen ook gewoon af zijn. Die qua eerste indruk gewoon. En dan inderdaad, het is mooi dat je deze omgeving pakt. Als ik dit dan kijk en ik kijk even naar God of War en ik kijk naar Horizon, ondanks dat het een ander genre is en wat misschien wat meer realistische graphics, maar dan denk ik van, daar kan zo ongelooflijk veel en komen ze dan inderdaad niet veel verder dan hier wat planten en dan de achtergrond is gewoon grijs en de hele tijd is het mist en zo. Die characters zien er niet echt heel erg. Maar kijk nou hoe het animeert, man. Kijk hoe die characters animeren. Dat kan toch niet? Maar dan ziet er toch uit als een game uit 1980, man. Dat kan toch niet? Nee, moet je nou kijken, man. Ja. Ook dat licht. Het is gewoon een soort witte straal. Het is helemaal geen zaklamp. Alan Wake zag er beter uit. Die had ook zo'n zaklampendynamiek, weet je. Het is gewoon Bij Deadloop hadden ze ook een cartoony-achtige stijl. Dit heb jij gecaptured, hè? Want ik zie hier GKJ staan. Dit is dus de Xbox-versie. Dit is de Xbox-versie, ja. Nou, dan zie je. Je ziet gelijk dat. Want ik begin ook gelijk over dat het slecht uitziet. Je ziet ook dat het slecht uitziet. Ja, dit is het skill point systeem. Dat is nog wel geinig. Weet je, nou ja, alles een beetje. Ook daar weer een leuke opmerking over. Met name als je bijvoorbeeld wapens gaat selecteren. Dan sta je ergens op en dan krijg je een gigantisch vlak. Die dan weer over al die andere vlakken instaat. Waardoor ik even niet meer. Met name bij die wapens. Dan wil ik kiezen. En dan klik ik op één. Of kijk ik daarvan. Hoeveel power heeft die? Hoeveel damage? Maar die blokt dan meteen al die andere dingen. Het zijn allemaal van design. Nee, het is PC-interface. Dat zie je ook. Van waarom moet je die dingetjes aanwijzen? Waarom ga je er niet gewoon doorheen? Weet je, dat is wat je op een console verwacht. Je kan wel met je D-pad, kan dat dan wel? Ja, maar een beetje kan het. Ja. Het is allemaal niet ding. Dit is ook wel lekker. Ja, dat maakt het zo pijnlijk. Het is natuurlijk oneerlijk om een bepaald verwachtingspatroon op een game te leggen, omdat je daarvoor zo weinig hebt gehad. Maar we zijn zo weinig verwend op de Xbox qua hele vette games. En dan komt dit eraan. En, wat ik geprobeerd heb, ik vind namelijk het hele idee van een vampierenshooter best wel tof. Ja. En ik stond oog in oog met mijn eerste vampier. En ik had echt zoiets van, oké. Weet je, hij was echt dood in een seconde. Precies wat je hier ook ziet. En, want bij een headshot bijvoorbeeld kan je ze in één keer dood krijgen. Ja, en dan ik wist niet eens hoe de dynamiek met die steek, hoe dat werkte. Nee, dat zat toevallig op mijn shotgun, wat ik niet eens wist. En ik zou van die vampier staat voor me en ik wil hem slaan. En ik opeens, shak, poef, en dan was hij vuurwerk. En ik had zoiets van, blijkbaar
werkt dat zo, simpel. En dat is dan één animatie die je dus zo'n 500 keer... Maar ik wil niet, ik weet niet of jij wel eens echt een vampier met een steek door zijn hart hebt gestoken. Nee, ik heb het nog helemaal nooit gedaan. Ik ook niet, maar ik kan me gewoon voorstellen dat dat echt best wel een dingetje is. Weet je? Dan ben je, gaat er wat adrenaline door je heen. Hier voelt het echt... Dat doe je niet even, Chuck. Nee, dat voelt er tijd voor. Dat hadden ze moeten bewaren voor de eindbazen of zo, weet je. Want niet bij elke gast... Maakt die beesten eng, weet je. Ik bedoel, er zijn er ook zoveel en dat begrijp ik ook niet, weet je. Ik zei het net al, maar die vampieren zijn de hele avond bezig met gewoon een beetje rondzweven in het niks. Met een soort force field om zich heen. Ik bedoel, die beesten zijn in staat om een fucking gigantische golf te creëren over dat eiland waar niemand uit kan. En hem dan stil te zetten, die golf. Maar wat doen ze nou de hele dag? Ze zweven een beetje. Ja, en het zijn wel trouwens de gods hè, die dat doen. Dus ja, maar waarom zijn ze niet bloed aan het zuigen of iets aan het slurpen? Nou, dat zijn ze af en toe ook wel. Maar, helemaal niet, ik zie ze niet. Heel af en toe dan zijn ze opeens aan het knokken met de cult. Weet je, ik ben het volledig met jullie eens dat er echt heel veel mis is met deze game. Maar ik zeg je ook heel eerlijk, ik vind het ook een hele vette game. Want waarom? Ik vind het echt heel tof om te spelen. Waarom? Ten eerste, de worldbuilding is echt gewoon van arcane kwaliteit. Ik vind het een toffe map. Hij is niet heel erg groot, maar er zit heel veel lore in, heel veel dingetjes. Heel veel dingetjes? Wat je zegt, die notitiebriefjes. Vervolgens kom je, dit is het domste wat ik in tijden heb gezien. Nee, ik vind het worldbuilding, ik vind het er niet voor vet. Wat vind je vet dan? Nee, maar ik wil dan wil omdat ik nu het meer vertelt over die wereld, die mensen die er leven, wat er nu precies is gebeurd. Want er is een groot medisch experiment wat er mis is gegaan. En dat is interessant. Zo van, oh jee, een medisch experiment is misgegaan. Ja, ik bedoel, het is niet eens mijn videogame materiaal. Het is tegenwoordig COVID was ook dat, weet je. Nee, maar oprecht, ik vind dat soort dingen gewoon cool. Volgens, je bent letterlijk aan het exploren. Ja, ik heb zoveel zin in een game waar een medisch experiment is mislukt. Nee, ik hou gewoon van verhalen. Hier, met je gewone pistool. Hop, deze kut vampier, boom. En daar is hij. Het is duidelijk dat jij niet tof vindt, Boris. Maar ik ben het aan vertellen wat ik er wel tof aan vind, Boris. Want de exploration is gewoon heel erg tof. Je komt die safe houses tegen. Zoeken naar shit die je niet kunt vinden. Die kan je dan als checkpoint die te gebruiken. Obvious is, maar het gewoon niet vindt op een of andere manier. Wat bedoel je? Je moet altijd gewoon de kabels volgen. Ja, moet de UV-lamp aankrijgen. Ja, ja, het is zo makkelijk. En toch ben je de hele tijd aan het zoeken. En niet aan het zoeken van, oh, waar zou nu de switch zitten zodat ik de main power supply aan kan zetten. Wat het ongeveer de hele tijd is. Nee, het is dan een soort van, wat was ik ook weer aan het doen? Weet je, ik ben nu aan het rondrennen hier buiten bij een soort dingetje. Wat moet ik doen? Is er ergens nog een zombie? Kan ik ergens op knallen? Oh nee, kut. Ik moet iets zoeken. Nee, oké, dan ga je dat maar doen, weet je. Hey, ik vind het... Wat is dit ook met die televisies? Met die daar zit de Hollow Man in dit geval op. Want we hebben nu met de Vampire God de Hollow Man te maken. En ook de manier waarop ze die op de wereld loslaten. Overal hoor je... Je bent continu op je hoede. Je hoort stemmetjes overal. Je bent helemaal op je hoede, man. Dat is wat te dom voor hoe hier. Je moet je gasten schieten niet uit. Je executeert ze ter plekke. Hey, heb ik niet gezegd dat de AI van de mensen echt tyfus dom is? Ja, dat je daar echt helemaal niet van hebt? Vampieren zijn ook tyfus dom. Nee, wat ik al zei. Je kan gewoon weglopen. Die zijn gameplay technisch zijn die nog wel uitdagend. Half mis, half raak. You died. Nou, het is een godswonder dat ze je te pakken hebben. Ik bedoel, dat had niet gehoeven. Nee, dat, maar dit dat heb ben ik als ik knetterstand ben en gewoon de weg kwijt ben. En omdat die shit zo snel draait, dat is waarom je doodgaat. Nee, en vervolgens ben je allerlei bewijsmaterialen aan het verzamelen. Oh, we zitten nog steeds naar JJ's footage te kijken trouwens. Nee, dit is mijn footage. Oh, dit is jouw footage. Alles wat je met zwarte balken ziet, dat is mijn footage. Okay. En weet je, vervolgens ben je allerlei bewijsmateriaal aan het verzamelen over die Vampire God. Wanneer je dat compleet hebt, vervolgens ga je bijvoorbeeld in een van de missies ga je naar een alternatief weird universum via een dollhouse waarbij je een puzzel moet oplossen. Die heb je opgelost. En wie is dan de Hollow Man? Dan is Anthony Fauci van dat medisch laboratorium. Er zijn iets van 5, 6 Vampire Gods en ieder met een eigen thema. En die ga je uiteindelijk één voor één uitschakelen. Dus er zijn verschillende questmarkers op de map, verschillende missies. Die hoef je niet allemaal in dezelfde volgorde uit te spelen. Maar je merkt wel, het is een hybride die niet echt een keuze maakt. Want ik speel dit het liefst op mijn eigen tempo, op mijn eigen manier. Want precies wat je al zegt, als je dit met anderen gaat spelen, er zit altijd één Leroy Jenkins bij die gewoon op de vijanden afrent. En dan is het hele plezier is er al vanaf natuurlijk, want je moet gewoon gaan samenwerken. Ja. Dat zal je bij de hoge moeilijkheidsgraad, de activities, zal je dat misschien nog wel nodig hebben, maar over het algemeen niet echt.
En waardoor het voor zowel wat de fuck gebeurt er, man? Moet je nou kijken? Dit is toch geen gameplay? Omdat je, die special power in klikt. Ja, nee, ik snap het. Maar kijk nou wat een pleuris chaos dit is, man. Maar omdat je dus die multiplayer moet drop-in, drop-out zijn, moet het voor zowel multiplayer als singleplayer zijn, waardoor die singleplayer niet heel erg goed uit de verf komt, om heel eerlijk te zijn. Want het komt een beetje over op Ubisoft storytelling design, denk ik. Qua in samenwerking met de map. Maar het ding is... Steek je niet. Je steekt hem mis. De game... Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn... dat de game technisch gezien en gameplay-wise... bedoel, er valt heel veel op aan te merken. En dan gaat het er uiteindelijk om... kon je ermee omgaan? Kon je er toch je weg in vinden of niet? Nou, Boris, lijkt me duidelijk dat jij er niet je weg in kon vinden. Ik bedoel, wij hebben dat ook nog met games maar ik vind het mildly amusing, weet je? Ik vind het wel leuk om gewoon te knallen. Het is, weet je, je hebt van die, en ook van Bethesda, van die shooters die mindless zijn, die zoals bijvoorbeeld Wolfenstein, waarbij je weet dat het is. En dat hebben ze gewoon heel tof gedaan. En dat is cool. En hierbij heb ik gewoon zoiets van, ja, het wordt niet, de presentatie is niet echt dat het soort van cliché of over de top is zoals met Wolfenstein. Het is gewoon, ja, ik weet niet, personages staan ook echt overal. De pop-up, de graphics zijn kut. Het is gewoon, heel veel dingen werken gewoon tegen de hele tijd. Maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, als je het gewoon behandelt als wat het is, namelijk gewoon een hele low-budget shooter. Maar dat is natuurlijk niet zoals het gepresenteerd is. Nee, en dus dat is mijn grote probleem. Nee, dat ben ik maar, ook maar wel. Maar hoe is het gepresenteerd? Ja, het is gewoon de nieuwe Bethesda game. Wat om heel eerlijk te zijn, en het is altijd een dooddoener. Voor mij voelt het heel erg weer aan als een Game Pass game. Weet je wel? Het is zeker niet een game waarvoor je een console gaat aanschaffen. Het is zeker geen game waarbij, denk ik, meer een deel 60 piek uit ze of 80 piek wat het tegenwoordig is. Het is ook is, niet een game waar je Game Pass voor neemt, hoor. Het is een game waarbij als je Game Pass hebt, ga je dit spelen. Want het is tof. Omdat er niks anders is. Maar je vrienden hebben Game Pass. Dus die kunnen gewoon gezellig even een keertje avondje meedoen. Dan heb je een hele toffe avond. Dat is de kritiek die natuurlijk heel veel mensen, misschien vanuit de ponyhoek, hebben van, ja, weet je, allemaal die games, weet je, het is allemaal wel leuk en aardig en je speelt omdat het gratis. Als dat de route is waar het naartoe gaat, dat zou niet best zijn. Maar dat is hoe ik deze review ben begonnen. Ze hebben niet goede, want ik vind dit een goede game. Ik vind het een leuke game. Maar ze hebben geweldige games nodig. En dat is deze game niet. Het is niet goed, het is gewoon wel aardig. Ik vond het een tof. Weet je wat het ook is? Ik realiseer me opeens, jij hebt deze game gespeeld terwijl je aan het livestreamen was, hè? Nee. Nee? Nee, we mag niet. Vanwege de embargo. Oké. Want ik kan me. Het is gewoon zo'n makkelijke game. Je hoeft er niet echt bij na te denken. Dus je kunt lekker livestreamen omdat je bezig kunt houden met de chat en babbelen en weet ik veel wat. En dat is zeker wat het is ook, inderdaad. Je hoeft er gewoon niet na te denken. Nee, en daar stelt de game wel een beetje teleur. Want waar Deadloop je een toolbox gaf en een spelwereld die kleiner is en daardoor misschien net wat beter geregisseerd ook is, die je echt triggert om bepaalde puzzels op te lossen en met de tools die je hebt toch een ingang te vinden, want ook daar was het. Hier heb je een huis, je hebt 8 verschillende mogelijkheden om naar binnen te gaan, doe je ding. En hier, je hebt dat ook, die game, die wijst je daar ook de hele tijd op. Let op, er zijn 3-4 verschillende manieren waarop je dit kan ondernemen. Maar het maakt niet zoveel uit. Nee. Want nogmaals, met iedere character, ieder karaktertype moet je gewoon de missie kunnen halen. Dus het maakt geen flikker uit. Nee. Ik vind wel, ik speel dit en realiseerde me ook dat bijvoorbeeld zombies, die zijn helemaal kapot gebruikt. En dat heeft als voordeel, zombies. Oh. Het voordeel daarvan is dat je precies weet wat een zombie kan of wat een zombie doet. Weet je, ik bedoel, je ziet een zombie, je weet eigenlijk al dat je met die arm op je afkomt, bij wijze van spreken. Bij vampieren heb je dat niet. Weet je, ik bedoel, ik heb niet zo heel veel vampieren games gespeeld. En ik vind het jammer dat vampieren hier een soort kanonnenvoer zijn. Ik had gewoon gewild dat vampieren veel enger, veel sterker waren. Veel meer op je afsluipen of opeens op een onbewaakt ogenblik soort van naast je zweven. Weet je? Maar ze slaan je ook, dat vind ik ook zo raar. Ja, ze bijten je. Maar dan denken ze van, ja, maar dat doen zombies al. Dus dat is een beetje dubbelop. Dus dat, Wat ik wel zelf bijvoorbeeld een gemiste kans vind, is omdat heel veel missies zijn infiltratie. Je moet iets gaan ontdekken naar een mansion of iets dergelijks. Mm-hmm. En dan is het
soms, zeker als je op een wat hogere moeilijkheidsgraad speelt, is het lastig om zo'n establishment binnen te komen. Nou, dan ga je full on sneaken en dan kom je ongezien dat gebouw binnen. Zodra je dat hebt gedaan, het dingetje wat je in dit gebouw moet doen, mm-hmm. kan je, oké, mission complete, kan je terug travelen naar je main basis, wat de firehouse is in dit geval. Terwijl juist ook, je bent geïnfiltreerd, je hebt iets gedaan, en dan juist ook weer terugtrekken, dat zou een onderdeel van de gameplay moeten zijn. Maar nee, je kan gelijk fast travelen, waardoor één groot onderdeel van die hele sneaking missie gewoon buiten beschouwing wordt gelaten. Er zitten zoveel rare keuzes in, bijvoorbeeld. Maar wat is dat nou? Die gast staat daar met de ijskut. Fucking auto shotgun in zijn handen en hij doet niks. Nee, je hebt dus die vampire gods, per district zit er eentje, dat is uiteindelijk de eindbaas. Elk regio in die district heeft dan ook weer zijn eindbaasje die je moet krijgen. Die kan op een gegeven moment ook de rook op je afsturen. De rook, dan wordt alles rood en dan komt de rook. Sowieso, hè, wanneer je vampires aan het killen bent in die open wereld, dan zie je vanzelf een metertje vol lopen. En dan hoor je ook op een gegeven moment dat de vampire god is watching you. Ja. En wanneer je nog meer vampires gaat killen, rook. Dan is er een bepaalde storm die plaatsvindt precies op het gebied waar jij bent. Ja. En het is een kleine soort van mini horde mode met één grote sterke fucking maar vampire. Maar het rare is, ik kreeg die rook mode tot twee keer toe op een locatie. Ik ging dood door die gast. Ik werd teruggezet naar mijn safe house. Vanuit mijn safe house ging ik terug naar mijn main safe house, want ik wil medkits pakken en dat soort dingen. Ik ging naar buiten, was de rook nog steeds. Ik ging nog een keer dood, ik kwam terug en de rook was weg. Oh, ja, voor mij heel simpel. Ik ben vaak genoeg dood gegaan tijdens zo'n rook. Maar dat bleef gewoon bij de safe house staan waar de UV-lamp was. En iedere keer als hij naar op me af kwam rennen, werd hij versteend. Dus dat was ook niet heel smart. Maar. Nee, daar zitten hele rare dingen in die soms een beetje of niet af of niet logisch zijn. Ik vind inderdaad ook van, ben je met heel veel moeite ergens ingekomen. Wat ik ook niet goed vind van, je kleert iets en dan kun je inderdaad meteen vanuit het huis, fast travelen. Terwijl je eerst eigenlijk naar een fast travel punt zou moeten gaan, omdat dan bijvoorbeeld in de buitenwereld, terwijl je misschien bijna al je health hebt verbruikt tijdens die battle, dat je denkt, fuck, moet ik nog terugkomen. Spanning is het dan van, ik doe gewoon fast travel, hup, en ik kan er weer en klaar. Maar ze hebben echt hun best gedaan om alle spanning eruit te halen. En dat vind ik echt een gemiste kans. En ik heb het al een paar keer gezegd, maar je had de game Alan Wake, die was voor de PC en voor de Xbox. En daarin had je ook een soort dynamiek met een zaklamp. Weet je, had een pistool en een zaklamp. En met die zaklamp, dan kon je echt, het voelde als dat brandde echt in als je dan iemand in die spotlight zette. En dan waren de batterijen leeg en weet ik wat. Dan kon je daarmee spelen. En het was fucking eng, weet je. En het was spannend. En als iemand dan, weet je, als je meerdere vijanden had en je had er één in het licht gezet en dan kwamen de anderen, die kwamen eromheen en weet ik wat. En hier, je hebt het allemaal niet. Het is, moet je nou kijken, man. Waar is de spanning bij deze vampire? Ik bedoel, je hebt gewoon, je hoeft echt, ik ben gewoon heel goed boven. Ja, je bent wel goed. Nou ja, dat is wel. Ik zit een beetje erg in het midden. Want ik heb me wel vermaakt, maar niet op de manier zoals de game bedoeld zou moeten zijn. Ik ben nergens bang geweest. Ik heb nooit zwetende handjes gehad. Behalve dan bij een eindbaas, omdat het gewoon lastig was. Ik vond het op een gegeven moment wel leuk om gewoon al die districten te spelen. Maar dan moet je gewoon op hoge moeilijkheid gaan spelen. Ja, dan zijn die vampires echt fucking bitches. Alleen maar kutter. Het wordt niet spannender. Ik heb precies wat je zegt. Van, als je de game net begint, heb je echt een kutwapen. En dan de eerste vampire die je tegenkomt, denk je, dit is best wel kut. Maar gelijk kwartier later in de game heb je al veel betere guns. En dan zijn ze niet meer gevaarlijk. Nee. Ze zelfs in het begin ook niet echt. Nee, ik vind het niet een griezelige game. En dat eiland had fucking griezelig moeten zijn. Waarbij Deadloop dat eiland fucking weird was. En dat ook heel duidelijk werd. En waarbij die, want ik vind bijvoorbeeld die protagonist, ik bedoel, je kan kiezen uit vier mensen. Ik heb totaal geen binding met deze man, weet je. Je ziet hem niet, je hoort hem niet, niks van dat character. Ja, je hoort hem de hele tijd. Ja, oké. Maar bij Deadloop had je wel wat met de mensen met wie je speelde, weet je. Daar zat een verhaal achter, hier helemaal niet. Ja, deze zijn cringe. Oh. Maar ik vind ook, dat is het hele ding. Ik kreeg heel erg een zie je die bomen daar? Ja. Dat knipperen de hele tijd? Ja, dat is lelijk. Ja. Dat is echt leuk. Wow. Ik had bij Wolfenstein
Wolfenstein had ik de hele tijd het idee van oké, ze hebben het grappig gemaakt, weet je. Dus het was ook niet een moeilijke shooter, maar het was een lachen shooter, omdat het gewoon funny was. En hier zijn ze vergeten. Het is niet eng, het is niet funny, het is niet moeilijk, het is ook niet makkelijk. Het is gewoon, ja, weet ik veel, weet je. Wat is dit nou? Ik vind het ook, het is gewoon slecht geanimeerd allemaal, ik weet het niet. Het voelt gewoon goedkoop. Het voelt als een goedkope, ouderwetse game. Nee. Het voelt echt als een game uit 2004. Maar dit is wel, dit laat wederom zien, dit is het probleem waar de gamesindustrie op dit moment bij zit. Ik klop het nu even af. En ik denk dat Nintendo op 12 mei gaat laten zien dat het ook anders kan. Denk met, ik. Met Zelda. Met Zelda, ja. Dat je dus wel degelijk gewoon een gepolijste game die af is, uit kan brengen. Want het is gewoon, deze game had gewoon... Maar, en misschien is het basisidee niemand ook... twijfelt daar toch over. Ik bedoel, er zijn genoeg games die fantastisch uitkomen. Alleen, je merkt bij bedrijven waar er toch andere dingen worden gehanteerd, zoals EA. Ja, dat is heel duidelijk. Xbox, waarom komt deze uit? Omdat er geen games zijn. Dat is heel duidelijk. Ja, exact. Maar laten we het daar eens eventjes over hebben. Phil Spencer, die krijgt op de broek van Satya Nadella. Op een gegeven moment, die zijn er ook klaar mee, weet je? Ja. Je hebt ook bijna carte blanche gehad. Je hebt miljarden uitgegeven. Er is nog steeds niks. Hoe maar dat bedoel nou? Ik. Laten we eventjes stilstaan bij het feit dat Microsoft Bethesda heeft gekocht. Voor wat was het? 10 miljard geloof ik? 8 miljard? 7, 8 miljard. Ja. Oké, 8 miljard. Dat hebben ze uitgegeven aan die studio. Iedereen wist op dat ogenblik. Bethesda had een aantal floppers aan hun broek hangen. Weet je waarom? Fallout 76. Het was echt verschrikkelijk. Het werd kutter en kutter en kutter. En ze hadden geldproblemen. En toen had iedereen zoiets van oké, Bethesda gaat overgenomen worden door Microsoft. Krijgt wat financiële middelen. Gaat weer zijn gloriedagen herbeleven. Ze gaan, want ze hebben het talent zeker in huis. Ze hadden gewoon de middelen niet om het uit te voeren. En wat is de fucking na anderhalf jaar na die overname? Wat krijgen we dan? Deze low budget shit. En ik snap het gewoon niet. Maar in dezelfde tijd hebben ze wel Deadloop uitgebracht, wat wel goed was. Ja. Alleen niet voor Microsoft. Ja, nou ja, goed. Oké, leuk. Ja, waarom dit uitbrengen? Ja, nee, weet je? Ik bedoel, dat ben ik dit helemaal is gewoon het soort shit. Dat schiet je af in, weet ik veel, een jaar in ontwikkeling. En dan zie je dat je een vergissing hebt gemaakt. Sorry, nee, weet ik. Ik ben niet mee eens. Ik vind echt de basis en de insteek van de game is heel erg leuk. Hij is alleen niet klaar. En dat is een probleem wat we veel vaker zien. En dat kilt al gelijk iedere hype voor de release. Oké, maar het is klaar. Eens, oké. Over Spaak van niet te twisten. Je vindt het leuk, dat snap ik. Maar hij is niet klaar. Hoe kan het dan dat Bethesda, ondanks dat ze voor 8 miljard zijn overgenomen door Microsoft, die problemen niet kunnen oplossen die ze altijd hadden? Namelijk dat die games uitgebracht worden terwijl ze niet klaar zijn. En dus gewoon, eigenlijk een soort van Microsoft, als flop. Omdat Phil Spencer ook zoiets heeft, weet je. Die voelt de hete adem van Satya Nadella in zijn nek. Er moet iets uitkomen. Er is niks op korte termijn wat uit gaat komen. Want Starfield, ik hou me ook maar hard vast hoor, voor wat er daar gaat gebeuren. Want dat is maar beter, beter gaat die game echt goed zijn, zodat tenminste die 8 miljard... Maar dat is het probleem nu, maar hij voelt die hete adem in zijn nek, dus er moet iets komen. Daar zijn we denk ik allemaal over eens. Komt dus dit. Precies wat ik bedoel te zeggen. We hebben die presentatie gezien over wat komt allemaal dit jaar uit. Nou, dat was niet zo bijster veel. Forza Horizon 8 had geen... dat was de enige toffe wat er uitkwam. Had geen release datum gekregen. Nou, op een gegeven moment, breng dit maar uit, weet je. Het staat toch op Game Pass. We worden niet afgerekend op unit sales. Weet je, iedereen gaat het toch even één keertje downloaden. Dan kunnen we zeggen dat we 20 miljoen spelers hebben gehad. En door naar de volgende, want Starfield moet echt gaan leveren. Ja, nou ja, goed. Dat is als, hè. Ja, nee, maar... ik ben het helemaal met Boris eens. Ik ben echt... Ik vind het pijnlijk. Ik vind het... Hoe je het ook went of keert, of het nou een vullertje is of whatever. Microsoft had gewoon moeten leveren. En dit is gewoon een game die niet af is. Die echt... En dan op een negatieve gezicht. Ja, het staat op Game Pass, dus iedereen gaat het wel proberen. Ja, maar dat is een zwakte bot. Want Game Pass zou juist een kwaliteitsstempel moeten zijn. Weet nee, je, die incentives zijn er niet. Ja, dat begrijp ik wel. Maar wat zie je? Ik zie fucking op nu.nl dat PlayStation 3 keer zoveel PlayStation heeft verkocht. Er zijn ook geen games. Maar wat er is in ieder geval beter dan deze shit. Zoveel wel games, volgens mij. Goed. Maar die discussie kunnen we weer voeren. Maar in ieder geval, waar ik met je in meega, en dan ben jij het zeker mee eens. Wat er is op de PlayStation, dat is 1000 keer beter dan het niveau van deze Redfall. Ja.
Ja, en dat is gewoon PlayStation heeft system sellers. En ja, dat klinkt heel kut, maar Xbox heeft Game Pass games. Ja, maar dat probleem maar dat is dus het tegenovergestelde van een system seller. Is er dus een game die zo kut is dat je je system ervoor gaat verkopen. En dat kan je één keer doen, kan je twee keer doen. Maar nu is de tijd aangebroken dat Microsoft gaat laten zien wat in godsnaam hun visie is. En we hebben geen games. De games die er zijn, zijn kwalitatief gezien van een soort van abominabel niveau. En geen uitzicht op verlossing. Het is gewoon fucking pijnlijk, man. Ja. Denk je dan... Ik zoek nu even naar een oorzaak. Kijk, je kan zeggen van... Oké, ze zijn gewoon niet goed genoeg. En dan heb ik het echt over techniek, hoor. Want ik heb op zich ook wel op een bepaalde manier plezier ermee gehad. Maar dan gaat het even over de technische staat van de game. Of ze zijn niet capabel genoeg om te doen. Of ze hebben niet genoeg mensen of niet genoeg geld. Nee, ze hebben gewoon geen tijd gehad. Of ze hebben gewoon gezegd van... Luister, die game moet nu uit, want er is niks. Dus kan, ja, okay, is die game speelbaar? Fuck it. De game is een paar keer uit. Is er in ieder geval één keer uitgesteld? Misschien wel twee keer, dat weet ik niet. Het zou ook zo kunnen zijn dat inderdaad het idee, het concept erachter van het is multiplayer, maar het moet ook singleplay zijn, dat ze daar gewoon helemaal niet uit zijn gekomen. Maar dan merk je, dat is wel een Game Pass insteek, merk ik. En ik vind het een hele toffe insteek. Je ziet heel veel games bij ze. Halo Infinite is dat, Forza Horizon is dat. Met elkaar spelen. Met elkaar spelen. Via verschillende platformen. Super low barrier of entry, omdat iedereen die game kan downloaden via Game Pass. Dus je kan altijd samenspelen met elkaar. Cross-platform ook nog eens een keer. En... ja, en ook deze game heeft daar gewoon onder te lijden, heb ik het idee. Want ja, daar hebben ze niet één hele harde keuze gemaakt. Ik vraag me af, hoor. Kijk, de reden dat ik het niet gecheckt heb, ik had jullie natuurlijk allemaal kunnen bellen, maar iedereen heeft zo zijn eigen privéleven en dat wordt lastig om dan met elkaar lang te gaan spelen. Kijk, wij hebben gespeeld toen de game nog niet uit was, dus ik kan ook niet random met een groep gasten gaan spelen. De eerste vraag is, wordt dat überhaupt leuk? Want iedereen gaat de andere kant op. En de tweede vraag is... Als je met een vaste groep vrienden speelt, waarbij je dat soort dingen afspreekt, ja, dan heb je gewoon echt een hele toffe, leuke avond van Vampires Hunt. Vooral die public events die op de open map staan. Want je moet veel scrappen. Met die scrap kan je, voordat je de wijde wereld intrekt, kan je wat medpacks kopen, kan je wat ammo kopen, want dat kost behoorlijk wat. Vervolgens duik je de wereld in. Daar heb je questmarkers, missies. En vervolgens heb je ook nog een soort van public events, waarbij vampire nests zijn. Daar duik je in. Ja. Daar zijn het tyfus veel vampieren. Moet je een deur vinden naar een andere werkelijkheid. Dan maak je zo'n nest kapot. Ga je helemaal zo'n nest in. Dan maak je zo'n nest kapot. Heb je vervolgens iets van 40 seconden om te looten. Moet je heel snel doen, want dat nest implodeert. En wanneer je dat hebt gedaan en voor die tijd weer veilig buiten bent, dan heb je heel veel loot gescoord en heel veel supplies. En dat is waar deze game om gaat. Dat zijn de vette wapens, dat soort dingen inderdaad. Maar dat is dus het probleem. Als die wapens niet zoveel doen, dan wat is dan de meerwaarde van heel veel verschillende wapens hebben. Dat vind ik het. Dat zie je wel vaker. Dat vond ik heel goed. Game. Het is een level 6 wapen ten opzichte van een level 5 wapen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat was juist aan Borderlands zo tof, waarin je zag je het effect van die wapens. Daar had je echt wat aan. Ja. En hier merk je gewoon van ja, het zal wel, man. Nog een ander wapen, whatever. Het doet gewoon exact hetzelfde. Op een gegeven moment was het gewoon een kogelverhaal. Oh, zit hier nog kogels in, dan gebruik ik dat. Nu weet ik dus niet of het inderdaad werkt, wat jij zegt, leuker gaat zijn als je het met koop. Dat wil ik ze geven. Hangt per speler af natuurlijk. Oké. Ik vind dat wel een heel eng voorland, want ik hou niet zozeer van koop. En ik denk dat ik met mij er ook een hele grote groep gamers is die daar niet zoveel zin heeft, of heeft geen tijd, of heeft geen vrienden die gamen, of whatever. Die wil gewoon zijn shit alleen spelen. Bedoel, we gaan nu een aantal games krijgen. Ook Diablo, die krijgt ook zo'n beetje die aanpak, weet je, dat je het ook co-op kan doen. Ik vind het allemaal prima, zolang ik maar gewoon mijn singleplay avontuur kan spelen zoals het hoort te zijn. En ik heb hier het idee dat ik een beetje het slachtoffer ben als singleplayer, ja, de singleplayer van de multiplayer aanpak. Ik denk niet dat dat zo is. De game is gewoon niet goed. En in singleplayer is hij niet goed. En in multiplayer of co-op zal hij ook zijn problemen hebben. En, technisch sowieso. Het is gewoon alles wat je doet is lachen als je dat met vrienden doet. En als je gewoon in random in een multiplayer of in een co-op potje zit en je bent met allerlei mensen aan het samenspelen die geen fuck geven en van hot naar her aan het rennen zijn, dan is er geen flikker aan. En dat is gewoon het probleem met alle co-op games. Je moet het gewoon zo zien. De storytelling, en daardoor ben ik het wel enigszins eens met JJ, moet zo verteld worden, omdat het een co-op game is. Je kan niet iedereen bij elk stukje een flashback, een cutscene of whatever kan laten doen. Dus wat krijg je? Dit is wat Fallout is. Dit is Fallout 76. Een kleine open map, je kan er met z'n vieren in. Wil je meer van het verhaal en de wereld weten? Dat kan je vinden in allerlei treasures die over de hele wereld verstopt zit. Maar uiteindelijk ga je dan samenspelen. En ik denk dat het heel tof kan zijn als je echt op de hoogste moeilijkheidsgraad speelt, want dan is het gewoon echt lastig en dan moet je echt goed nadenken over wat je doet. Maar
iets anders dan dat, ja, dan zit er de uitdaging er niet echt in. Nee, ik werd daardoor ook niet echt in het verhaal getrokken. Dus. Goed, ja, mensen vroegen al van, hebben jullie dan... Ja, ik wil een conclusie, maar dat is nou juist het leuke van de premium. Het is een discussie en mensen hebben verschillende meningen. Dus het is heel lastig. Nou, mijn conclusie is wel duidelijk. Precies, ik denk dat iedereen gewoon moet luisteren naar wat de verschillende zeggen. En dan denk ik inderdaad, Boris gewoon zegt van, ja, ik vind het gewoon kut. Ik vind het gewoon kut. Toffe game, maar niet geweldig. Ja, ja maar vooral niet af. En dat vind ik jammer. En ik vind het een... Ja, ik heb er wel mijn plezier mee gehad. Maar ik ben toch wel erg teleurgesteld in dat dit het niveau is. Laten we hopen dat dit niet het niveau is wat we de komende jaren op Game Pass gaan hebben. Want dan... Dan moet ik toch echt een ander abonnementje gaan nemen. Want dat is niet waarom ik de Netflixen en de HBO's nemen voor middelmaat en fillertjes. Ik wil gewoon af en toe gewoon hele vette dingen spelen. En dat was het helaas niet.